Met het inwerkingtreden van het kadaster, wat in de Franse tijd 1795-1813 is ontstaan voor het heffen van grondbelasting, krijgen we wat meer duidelijkheid over de exacte ligging van gebouwen, wegen en waterloop. Hoe zou de watermolen op het Stokeind rond 1800 er dan uit? We lezen in de beschrijving van de gemeente Moergestel volgens de tabel der klassificatie van grondeigendommen uit 1831 dat de molen opgesplitst is in een koren- en oliemolen. De watermolen, sectie A50, behoort aan Nicolaas van Gorkum en is samengesteld uit een zeer slecht, niet ruim, rondhouten gebouw. Heeft twee paar stenen tot het maken van roggen en boekweit en wordt door middel van een scheprad op de rivier de Stroom, welke bijna altijd van water voorzien is, in beweging gebracht. Dezelfde is gunstig in de nabijheid van de kom van de gemeente gelegen, toch mag slechts van promo oktober tot 15 maart bemalen worden. De oliemolen. Deze molen onder hetzelfde dak als de waterkorenmolen is kleiner en van gelijke onderhoud als deze. Heeft een paar stenen, een werkbank en een koppel heien. En wordt insgelijks door een schepperrad op de rivier de Reuzel bewogen. En kan tegelijkertijd als de kraankorenmolen gebruikt worden. De oppervlakte van deze twee molens waren volgens de metingen van het kadaster voor de korenmolen 44 L en voor de oliemolen 33 L. Een L komt overeen met 1 vierkante meter. Bij elkaar dus zo'n kleine 80 vierkante meter. Op 31 mei 1870 worden door de provincie de pelshoogte van 10 watermolens, waaronder de Moergestelse watermolen, gelegen aan de Reuzel vastgesteld. Daarin wordt vermeld de pijlhoogte waarop mag worden geschud. Dat wil zeggen, tot de hoge molenaar het water mag opsturen. Ook worden de sluizen die in de rivier aanwezig zijn vernoemd. En wel, een molensluis met 3 openingen, wijd 94, 72 en 127,5 cm, voorzien van 2 wateraders. Alsmede een ontlastsluis met 3 openingen, wijd 118, 158 en 120 cm. De watermolen mocht slechts in de winter worden gebruikt. In de zomer mocht het water voor de molen niet worden opgestuurd, dat om overlast ten gevolge van onderlopen van de aangrenzende graslanden te voorkomen. Er moest immers in de zomer gehooid kunnen worden. In 1854 koopt Cornelius Roze de waterkorenmolen van Cornelius Adams. De oliemolen was niet in de aankoop begrepen en bleef een eigendom van de handen van de Wouw, leerlooier de Moergestel. In de koopakte stond de bepaling, wanneer het waterpeil in de Reuzel te laag was, de molenaar van de waterkorenmolen het recht had, mondeling van de oliemolenaar te vorderen, dat deze zijn oliemolen zou stilzetten, tot er weer voldoende water aanwezig was voor beide watermolens. Beide molens hadden de brug en de sluizen in gezamenlijk eigendom. De koopakte vermeldt hieromtrent dat het onderhoud van de brug en de sluizen voor 2/3 voor rekening kwam van de eigenaar van de korenmolen en voor 1/3 voor rekening van de eigenaar van de oliemolen. Als men ging malen, sloot men de overlaatstuw af en wordt het water via een watergang naar de maalschuif geleid. Wanneer deze schuif omhoog gedraaid wordt, stroomt het water onder de schuif door tegen het waterrad. Men zet deze in beweging en kan de molen draaien. Hoe de werking van de graanmolen is, kunnen we nu nog zien in onze standaardmolen. De aandrijving is daar met wind in plaats van water. De olieslagmolens hebben voor iedere processtap specifieke werktuigen. Alle werktuigen in de molen worden aangedreven door de horizontale waterras. Deze kan rechtstreeks door het waterrad aan het draaien worden gebracht.
olie werd gewonnen uit oliehoudend zaad, zoals lijnzaad, koolzaad en raapzaad. Het breken of pletten van het vooraf gereinigde zaad kan op twee manieren worden uitgevoerd. Via stampen of via het pletten met rondlopende stenen, de zogenaamde kollergang. Dit pletten moet hier op de molen op het stokeind van toepassing zijn geweest. Dat kunnen we afleiden aan de beschrijving van deze oliemolen uit de 18e eeuw. Deze vermeldt als inrichting een paar stenen, een werkbank en een koppel heien. En pletten dus met de zogenaamde kollergang. Dit is al sinds de 16e eeuw in gebruik en bestaat uit twee verticale stenen, de kantstenen of lopers, die rondlopen op een stilstaande ronde ondersteen, het doodsbed. De twee lopers zijn gemonteerd in een houten frame, het steenraam. Ze hebben een verschillende afstand tot het hart van het steenraam, zodat er sprake is van een binnensteen en een buitensteen. Hierdoor wordt een grotere oppervlakte van het doodsbed gebruikt. Het steenraam heeft een houten as, de steenspil, die aan de bovenzijde voorzien is van een kroonwiel, dat door een tweede kroonwiel op de wentelas wordt aangedreven. Het oliehoudend zaad wordt op het doodsbed uitgestrooid. De twee kantstenen lopen over het doodsbed en het zaad tussen beide wordt geplet. Aan het steenraam is een meedraaiende afstrijker gemonteerd, die het zaad dat zijdelings wordt weggedrukt weer op de plaats van het loopvlak van de kantstenen terugschuift. Wanneer het zaad genoeg geplet is, wordt de schuif geopend en valt alles in de uithaalbak. Vandaar gaat het geplette zaad in de vuister om het te verwarmen. Dat om de olie later dunner en vloeibaarder te maken. Dit gebeurt op een gemetselde sokkel, afgedekt met een dikke stalen plaat, waaronder het vuur wordt gemaakt. Het zaad wordt voortdurend door een draaiend roerijzer losgeschraapt. Deze is aangedreven via een wentelas van de molen. Wanneer het zaad warm genoeg is, wordt het in wollen stampzakken gedaan. Deze zakken worden bul- of perszak genoemd. Ze worden met de hand platgedrukt. Vervolgens worden de zakken in een uit tuigleer vervaardigde omslag, de haar of de schoot, gestopt. Deze haren worden in een konische uitsparing in de slagbank gelegd. Tussen beide wordt een wig geplaatst, die door de slagbalk er steeds verder ingeslagen wordt. Die bouwt een zodanige druk op dat de olie eruit geperst wordt. Met zo'n 50 à 60 slagen was er voldoende olie uitgeperst en kon men de naslagkoek verwijderen en hem ontdoen van de haar. De koolzaadolie en raapzaadolie werden onder meer gebruikt voor verlichting, als smeerolie en vroeger ook als bakolie. Lijnolie diende ook voor de verlichting en als grondstof voor verf. Het proces leverde uit 1 kg zaad 300 centiliter olie en 700 gram naslagkoeken die gebruikt werden voor een tweede persing en daarna als bijvoeding in de veehouderij.